Ce pays a souffert beaucoup, mais les Hollandais souffrent aussi. Ils sont pas en France jouer au football. Nederland leidt dan misschien wel, maar dat houdt de Nederlanders niet tegen om Brussel te helpen. De organisatie Oranje in Brussel lanceert een actie om Brussel en vooral Molenbeek een duwtje in de rug te geven na de aanslagen. 365 dagen lang wordt in deze melkbussen geld ingezameld. Het doel is om een zogenaamd kruifkoord in Molenbeek te realiseren en daarop jongeren te coachen, volgens de waarden van de Nederlandse voetballegende Johan Cruijff. Het kruifkoord is eigenlijk een modern trapveeltje, wat zo georganiseerd is dat je zeg maar, daar ook publiek kan hebben. Er zijn ook regels, 14 regels, respect, integratie, verantwoordelijkheid nemen, teamspeler. Het is met name ook bedoeld voor hele dichtbevolkte wijken, waar mensen of te weinig geld hebben om zeg maar, hun kinderen op een sportclub te brengen, waar er veel kinderen buiten op de straat spelen, maar niet voldoende begeleiding krijgen. Steden en gemeenten kunnen elkaar uitdagen om geld in te zamelen. En de eerste uitdagingen die lopen al binnen. Nou, ik vind het belangrijk om daar steun aan te geven, persoonlijke steun. Maar ook om de stad Amsterdam uit te dagen om mee te doen aan deze melkbussen-challenge. En om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En dat ik hoop dat de burgemeester en wethouders van de stad Amsterdam op hun beurt de bus weer doorgeven naar andere steden en gemeentes in Nederland. Dus dat daar ook die verbindingen plaatsvinden. De voorstelling van het project lokte heel wat bekende gezichten naar Molenbeek. Zo zijn ex-voetballers Mboum Penza en Jan Mulder de ambassadeurs van Play & Peace. Ook heel wat mensen uit de politieke wereld waren aanwezig, uit zowel België als Nederland. Ik ben zelf al vaak hier geweest in Molenbeek en ik heb ook gezien hoeveel goede initiatieven hier zijn. En als Nederland willen we daar ook absoluut een bijdrage aan leveren. En hoe kun je dat dan beter doen dan met voetbal? En vandaar dus dat we de jongeren aan het voetbal willen krijgen. Het is extrêmement important que des jeunes puissent se valoriser, puissent pratiquer un sport. Et donc à Molenbeek, il y a beaucoup d'opportunités justement. Et la Fondation Cruyff qui va développer son projet ici à Molenbeek, nous soutenir, nous aider. Notamment pour avoir des infrastructures, c'est véritablement un plus pour nos jeunes. Mensen kunnen ook zelf het initiatief steunen. Donaties zijn mogelijk via de website playandpeace.be. Eén kruifkoord kost 100.000 euro. Maar de ambities van de initiatiefnemers gaan ver. Het is ook de bedoeling zeg maar, dat jongeren van 14 tot 18 jaar leren om zelf hun toernooitjes te organiseren. Dus zelf verantwoordelijkheid te nemen. Nou, en uiteindelijk kan je dan een competitie gaan realiseren, bijvoorbeeld tussen Brussel en Mechelen. Of tussen de verschillende Johan Cruijff-koorts in Brussel. Mijn droom zou zijn dat we over het miljoen euro gaan, zodat we er 10 kunnen realiseren in Brussel. Want dan kan ook in mijn gemeente Schaarbeek erin gerealiseerd worden. Het zou fantastisch zijn. Vive la Diable Rouge! Hey!